Maar dat mogen we nu lastig. Wat bouwt de groep 74 dit jaar? Een leesplankje en hot en zien. Ja. Ja, en dat past heel goed in het thema van Hollands Groei. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereidingen? Na Pasen. Na Pasen. Yes. Dat is ieder jaar zo, of is dat nou dit jaar wat vroeger? Nee, ieder jaar zo. Ieder jaar zo. Dus, het kan zijn dat jullie nog speciaal extra uitgepakt hebben in verband met 40-jarig bestaan. Nee, eigenlijk niet. Nee, oh, jullie doen gewoon ieder jaar goed je best. Ja. Niet al in de knukkel. Het ziet er weer behoorlijk ingewikkeld uit, hè? Ja, het is elk jaar hetzelfde weer. Maar het lukt ieder jaar weer, hè? Ieder jaar kan het weer aan het draaien. Ja. Dus, wat is het bijzondere dit jaar aan jullie lichttafereel? Kun je dat vertellen? Wat er bijzonder is, het is, ja, komt altijd op hetzelfde neer, bewegende beelden. En ja, dit jaar hebben we het iets makkelijker gedaan, want jubileum hebben, dus we goed, ons goed presenteren. Ja. Dus nee, maar fris is mooi bewegende beelden weer. Ja, thema's Orinsien. Ja, Orinsien, en hebben we een leesplankje nog gemaakt. En Romeer maken nog oud-Hollandse spelletjes voor de kinderen. We staan hier aan de achterkant, daar is eigenlijk het technische gedeelte. Hè? Ja, je staat nu in het technische hok. Ja. Ik wil even laten zien. Mike, op de achtergrond iets uit het sprookje van de Efteling. Ja. Wat maken jullie dit jaar allemaal? We maken een snoephuisje en zaterdag heb ik hollebolle gijs nog een paar keer over hier. En ja, god, je kunt van alles van snoepje erin. De mensen kunnen hier gewoon de ren lopen. Ja, dat kunnen we dit jaar dus druk met de west. Een sprookjeschilder, hoeveel jaar bestaat die groep al? Volgens mij zo lang uit de Gondelvaart besteed. Ja. En ieder jaar altijd traditiegetrouw een sprookje, hè? Dus dit jaar was dat natuurlijk niet moeilijk. Nee, dit jaar was het niet moeilijk. Vorig jaar hadden we geen sprookje, maar goed, we proberen altijd wel sprookjes te bouwen. Ja. Hoeveel mensen zijn er actief binnen het sprookje? Ik ben een groep van 8 man. 8 man? Ja. Dus wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereidingen? Eind maart zijn we begonnen met alles. Dit jaar eerder of is dat altijd de nee, tijd? Ongeveer hetzelfde. Ja, ja. Ongeveer hetzelfde als andere jongen. Ja. Dus moeilijk ontwerp dit jaar of valt mee? Nou, zelfs als andere Johan. Ja. Het is niet veel moeilijker, maar ook niet veel makkelijker. Ook zo. Nee, nee. Maar dit is onderhand jullie vaste plek al, hè? Aan de overkant van de gracht. Ongeveer wel, ja. We hebben het eerste jaar in het inhammetje gelegen. Ja. En vorig jaar hier de lange tunnel gaat en nu zitten we hier weer. Ja. Nou, het ziet er naar uit dat het een... mooi onderwerp is. Ja, dat daar kun je alle kanten mee uit. Ja, dus, maar wat ik zei, zaterdag dan komt de hollebolle gijs met geluideffecten en alles. Dus dan, ja. Dat ding dat echt mooi wordt. Nou, bedankt voor de medewerking. Ja, je ook bedankt en succes. Wat zeg ik al? Ja, maar. Dat wel, Leo. Ja, maar dan haal je er wel bij dan. Ja, dat is niet hoeveel. Ja. Je hebt allemaal dan. Nee, even een moker. Ja, met een andere kist. Ja, maar je kunt nog dadelijk een deken doen, wie er gewoon de lot had liggen, dat moet nog. Bas, jij bent denk ik een van de jongsten of niet van het sprookjeschilder? Ja, ik ben het jongste. Bas Volman. Ja. En wat doe jij zoal? Ik zit te schilderen, ik moet lampjes erin drukken, ik moet borren, ik moet solderen. Nu doe je even niks, hoor. Je hebt nu pauze? Of? Ja. Ja. Maar je bent al wel heel druk geweest? Ja. Is het eerste jaar dat je meedoet dan? Nee, dus
derde jaar volgens mij. En dat vind je heel leuk? Ja. Dus jij gaat dat ieder jaar doen, meehelpen met Brevoort Schittert? Ja. Nou, dat is leuk. Dan blijft Brevoort Schittert nog wel heel wat jaren bestaan, hè? Dankzij jou ook een beetje. Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En werk ze. Ja. Gelijk vastleggen. Kijk, Hans, dan kom je daar ook op. Nieuwe kantinemeester. Ja. Sollicitatieplaats. Moet je iemand hebben die me teruggeeft? Of voor de zin ik hem? Kees. Leo Jemson. Vrouw liever er dan. Ja, die weet je wel, maar die wist niet wat er was. Oh, die wist niks. Maar je bent er ook af. Dat is ook logisch. In een grote ruimte. Jan, een schitterende achtergrond in de Erasmusbrug van Rotterdam. Een bouwwerk van de werkgroep. Ja. Loopt alles op schema? Ja, nou, het is een schitterende achtergrond, het is een schitterende avond. En de weersverwachtingen zijn ook allemaal goed. En het loopt gewoon schitterend, de organisatie. Dus. Ja. Dit jaar thema Hollands Glorie. Hadden de groepen het er moeilijk mee om iets te bedenken? Nou ja, dat, ik denk het zelf niet. Hè. Heb ik nu geen... Niet echt inzicht over, maar vaak wordt dat met een gezellige avond wordt zo'n onderwerp besproken. En in het begin van de avond weet men vaak nog niets. En halverwege de avond komt het vaak het onderwerp in één keer naar voren. Dus ja, dat komt altijd wel goed. Ja, je bent voorzitter. Hoe lang doe je dat al? Dit is mijn vierde jaar voorzitter. Waar is die taak van jou zoal? Kun je dat eens aan de mensen vertellen? Wat doet een voorzitter voor Brevoort Schittert? Wat zijn jouw taken? Ja, het meest belangrijkste natuurlijk het overleggen met iedereen. Een beetje de spil in het web, moet ik zeggen. Ja, we vergaderen bijna elke maand. En we hebben en natuurlijk ook de overleggen met andere verenigingen en andere belanghebbenden. Daar gaat het meeste werk in zitten. Ja, ben je elke avond nou hier, zo kort voor de stad van Brevoort Schittert? Ga je elke avond even kijken? Ja, deze week wel. Vorige week had ik elke avond een vergadering, dus toen was ik dus niet hier. Maar ja. Deze week ben ik elke avond hier. Ook zaterdag gaan we de hele dag bouwen natuurlijk. Hoeveel mensen zijn nu druk voor Brevoort Schittert? Ik heb wel gehoord dat eigenlijk bijna iedereen daarbij betrokken is, hè, in Brevoort. Ja, ik zelf vind de grote kracht van Brevoort Schittert is dat we het met z'n allen doen. Dus ongeacht wie het doet, iedereen mag meedoen, niemand moet meedoen, maar we doen het met z'n allen. En dat geeft de leuke sfeer van Brevoort Schittert. Ja. Als we het hebben over het aantal bouwers, hoeveel zijn er daar ongeveer? Wow, dat is een goede vraag. Rond de 200 dacht ik, maar rond de 200. Ja. Maar daar hebben we het alleen over bouwers. We hebben natuurlijk ook kassa mensen, controle mensen, mensen die de horeca doen. Ja, noem maar op. Ja. Stoppen jongens. Ja. Dit lichttafereel van de Erasmusbrug, dat staat gedeeltelijk op de gracht, maar hij vaart niet, hè? Nee, dit jaar hebben we geen varende lichttafereel, hoe wij het tegenwoordig noemen. Ja. Nee, dat komt hier in de hoek, in de bocht, vast te leren. En dat is ook een brug behoort natuurlijk ook niet te varen. Dus nee. Het is natuurlijk qua bouwwerk een Hollands glorie item. Hè, dus. Ja, en op de achtergrond zien we de standaardmolen. Ja, dat is... naar het idee van Guus Bekkers. Hè? Ja, die heeft hem gebouwd. Onze vroegere molenbouwer van Bredevoort. Maar hij is toch zo nagebouwd of was deze bewaard gebleven? Nee, deze helaas. Toen iemand van de familie Bekkers kwam te overlijden, kwam dus naar voren dat deze nog in een schuur opgeborgen zat. Toen heeft de bouwgroep Triplokketon de actie ondernomen en die mogen dus hem de molen een beetje gerepareerd en geverfd en die mogen dit met ledlampen verlichten hier op het gracht. Dus het is wel die oorspronkelijke molen aan de Wenderswijkse straatweg? Ja, daar komt hij vanaf, je weet het. Wat gaat er nou met die molen gebeuren na Brevoort Schittert? Dat is natuurlijk zonde om die weer in elkaar te timmeren, nog niet? Ja, ik heb gehoord dat iemand belangstelling voor heeft, maar
Dat is toch een beetje geheimzinnig, geloof ik. Dus. Maar, hij krijgt misschien wel een vaste plek in Breda voor ergens. Dat zou mogelijk wezen, maar daar durf ik geen uitspraak over te doen. Dus. Ja, ja. Maar toch eigenlijk wel leuk hier aan de stadswal, of niet? Of aan de grachtkant? Ja, het zou me zo kunnen. Maar ja. Dat, ja, nogmaals, daar kan ik geen niks. Nee, dan, nou, dat wachten we gewoon af. Ja. Zeg Jan, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Ja, dat zou een beetje wat ik aan het uitmaken. Ja, dat is de elektroman van de...